Welkom, kijkers bij een nieuwe aflevering van Culturo TV. En we zitten vandaag met de heer Martin Atensio. Hij is uh, voorzitter van ABOS. En we zitten met hem omtrent een hele speciale, uh, hele vervelende zaak die nu rondgaat binnen de coalitie. Um, ik wil nogmaals uh, benadrukken dat u een WhatsApp-bericht kan sturen. Als u iets bijzonders te melden heeft, kunt u dat altijd doen. Contact opnemen met Culturo TV, Culturo.com. Hetgeen, hetgeen waarover we het zullen hebben zijn, het is het volgende. Er is gisteren een artikel verschenen in een dagblad met als kop via Peers niet te spreken over de oproep grondregistratie door ABOP-voorzitter. Wij hebben begrepen dat de ABOP-voorzitter, tevens vice-president van de Republiek Suriname, een oproep heeft gedaan aan zijn partij-aanhangers middels een voice-bericht. Daarbij heeft hij de mensen opgeroepen om hun identiteit te bewijzen... en alle andere officiële stukken die nodig zijn om grondaanvragen in te dienen in orde te maken. De VP heeft daarbij benadrukt dat zolang het ministerie van grondbeheer bij, uh, ja, bij de partij is, dat hij ervoor zal zorgen dat de mensen in aanmerking zullen komen voor een stuk grond. En ze hebben informatie, ze hebben onderzoek gedaan naar waar er vrije gronden zijn. En dat zegt hij, hij zegt dat er vrije gronden zijn onder andere Wanika, Para, en Marowene. En dat de ABAP in deze districten een centrale plek zal aanwezen waar de mensen massaal grond kunnen aanvragen. Met de heer Artensio gaan we het hierover hebben. Meneer Artensio, we zien nogmaals dat de regering, dat de top, uh, onvoldoende uh, stappen neemt om ervoor te zorgen dat... ...alle Surinamers aan grond kunnen komen. De ABOP voorzitter heeft, tevens de vice-president van het land... ...heeft de oproep gedaan aan zijn aanhangers. De VHP-top daarbij heeft ook een oproep gedaan... ...middels het versturen van een digitale registratiefamilier... ...naar hun partij aanhangers met een oranje banner erop. Meneer Atencio, grondtoren, er is een probleem. Er is play probleem, er is een probleem. Um, ja, um, voordat ik wil beginnen wil ik zeggen: uh, alle lof de Almachtige, vrede zij met u allen, geheel in Suriname, waar men zich ook mag bevinden. Ja, um, ik heb het ook kunnen citeren, wat u daar net, net even voorgelezen. Ja, en bij mij gaat het erom: uh, u zei het zo net, als voorzitter van ABOS, maar we moeten ook niet vergeten dat ik ook politicus ben. Ja, alleen probeer ik dan mijn politieke schild dan, uh, even te distanceren als het gaat om landsbelang. Ja, als voorzitter van de organisatie. Maar ten einde heb ik moeten zien dat het niet uh, mag baten. Want hoe meer ik dan mijn politieke schild laat distanceren, doe distanceren, dan zit men dan nog steeds te politiseren met volksbelang. En als ik zo mag beginnen, um, u sprak over de coalitie. Ik ben politicus, dus ik mag het begrijpen, het is een politieke taal. Ja? En ik ga op de ene kant wel zeggen van oké, okay, als het gaat om de Abop, ja, als het gaat om de voorzitter van Abop, als het gaat om de vicepresident van ons geliefde Suriname, dan vind ik het eigenlijk een beetje minderwaardig, politieke wise. Ja, want je bent op dat moment uh, vicepresident. Je bent voorzitter van jouw partij, maar op dit moment ben je vicepresident. Dus als je nu de uitlating doet dat je al je aanhangers laat roepen, dan keur ik het af. Ja? Want we kunnen niet praten over aanhangers. Waarom ik dat zeg, en tenminste, je bent een vicepresident. U heeft gelijk als u zegt van, iedereen gaat een stukje grond krijgen. Ja? En dat is waarom ik u het gelijk geef, is omdat ik hier de decreet uitgeeft de domeingrond, ja, L2 hier heb. 1982 is het van het staatsblad. Ja toch? En hier staat geschreven, en dat is iets dat men, dat men hikelt van mij, maar ik heb van libi. Als je doet, dan moet je je doen. Als vice-president, je alles maar, ook die Ja toch? Je bedoelt, je aanhang, Dat ben fout. Na lekva president Santoki betekent in een politieke betoog. Ja, toch? Een campagneving. Iedereen die 18 jaar is, gaat nu een stukje grond krijgen. Je hoeft niemand te gaan vragen. En als je het niet krijgt, dan mag je voor de rechter stappen. Allemaal podiumtaal. Ja? Maar gelijk heeft de vicepresident, weer, als ik terug mag komen, omdat hier staat geschreven: Kijk u hier, tweede afdeling, de uitgifte van domeingrond. Artikel 2 staat duidelijk geschreven het recht om domeingrond als bedoeld in het decreet beginselen grondbeleid te verkrijgen komt slechts toe aan Surinamers die in Suriname woonachtig zijn. Ja toch? En daar heeft hij gelijk. Maar er staat hier nergens geschreven aanhangers van partijen. Er staat hier nergens geschreven familie of familieleden. Er staat hier wel duidelijk geschreven in uh, artikel 3, lid 2, vreemdelingen aan wie domeingrond is afgestaan. en die Suriname met de roen verlaten, verliezen van rechtswege hun rechten op domeingrond. Ja, toch? Dat staat in artikel 3, lid 2, geschreven. Maar er staat nergens geschreven, politieke aanhanger. Dus dat keur ik af. En dat de, dat de VHP, toppers. Ik heb niks tegen niemand, maar als je fout bent, moet je toegeven. Want als je goed doet, ga ik je gunnen. Ja toch? We moeten neutraal blijven als het gaat om volksbelang. Maar dat de VHP-toppers nu bezig is ook online met banners, dan registratie ook te doen. Dat kan ik even goed toch ook zeggen van moet een grondaanvrager specifiek een politieke kleur hebben? Ik geef maar een simpel voorbeeld. De abos heeft ook. Domeingrond geregistreerde. En dat is ook op tafel van de minister ook gezet, met name minister Pokkie. Ook de directeur, die dochter is van, van, van de vicepresident, weet ook van deze lijst, name lijsten. Name lijst. Ja toch? Moeten deze mensen hier ook specifiek een abop aanhanger zijn. Of een VHP-aanhanger, staat het hier in de. Laat een hervormingsdecreet geschreven dat het zo moet zijn. Is dat de procedure? Dan keur ik het af. En wie dan ook. Ja, want dit is corruptie. Dit valt onder corruptie. Dit is een verkapte vorm. Ja, van discriminatie. Je discrimineert nu. Je sticht onheil. Je zaait tweedrag. Ja, toch? Dit is corruptie. En er is een anticorruptiewet aangenomen. Welke wij als minder daadrachtigen dan uh, bijna niet gebruiker van kan maken. Want je hoort nooit uh, 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 de anticorruptiewet dan hanteren. Wanneer men dan zit te corrupteren, dan doet men dat doet niet. Dan praat men niet over anticorruptiewet. Dit is punt 1. Ja toch? Ik keur het als voorzitter. Als voorzitter van de algemene belangenorganisatie. Als politicus. Als activist. Keur ik het af. Dit is... Dit is in feite politiek op, op, op hoog niveau, maar voor mijn part zeg ik, politiek op laag niveau. Dat is geen goede, goede ideologie. Ja? Dus ik, vind, ik denk dat de vicepresident nu verantwoordingsschuldig is aan de totale samenleving. Want je bent een vicepresident. Je kan dat niet maken. Er zijn wetgevingen, we moeten het respecteren. Maar zo handhaaf je een wet niet. Dat je duidelijk Pierre komt zeggen in jouw betoog, in een vuistnood van al jouw aanhanger. En beginnen jullie dan snel te doen zolang jullie daar het ministerie beheren? Kom on, het ministerie is niet van een partij. Zeder deze ministerie is uh, opgericht, was het alleen maar ellende. Was het alleen maar chaos. Ziet u? Als je nu dan begint met zulk fenomeen, dan vraag ik mezelf af. Heeft men hiervoor gekozen om in de politiek te gaan? Voor gronden. Los voor geld. Ja toch? Voor gronden. Want gronden maakt ook geld. Ik zeg maar één ding. Kijk, luister. Er zijn genoeg domeingrondproblematieken. Los ze eerst op. Los ze eerst op. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Dan begin ik bij de familie Watson. Die ontruimd waren. Die in de modder zijn gesleept. Ja toch? Bejaarden zijn in de modder gesleept. We zijn nu vier maanden verder. En ze zijn nog steeds daar. Met twee, drie gezinnen in één ruimte, in klein vakje. Heb je daar niet eens nagedacht? Hebben we daar niet over gesproken? Ik had getracht om ook met de vice-president te praten erover. Maar hij rende weg toch? Wat hebben de familie Ramsaran die al ontruimd is? Huh? Hebben we daarover nagedacht? Ja toch? En zo heb je enkele zaken van kijk. Laat dat eerst. Begin eerst de problematiek op te lossen. Met de problematiek bedoel ik dan. Kijk hier. Je hebt mensen die decennia lang lopen met de aanvraag. Ja toch? En dit is, dit, is, dit is eigenlijk wat men eigenlijk van mij, van mij kwalijk neemt. Maar wanneer ik praat kan ik het staven. Ik heb de klok niet horen luiden. En ik, heb, ik weet niet waar de kliepel hangt. Ik geef maar eens een voorbeeld. De familie Damburg. Die wacht al decennia lang op een antwoord. De, de, de familie uh, 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 Pina's wacht al heel lang op een antwoord. De familie, zo kunnen we doorgaan, zo kunnen we doorgaan. Snap je? Het blijft op aanvraag. Terwijl de landhervormingsdecreet duidelijk zegt dat indien een aanvrager een aanvraag doet, hij of zij binnen zes maanden al feedback dient te krijgen van de desbetreffende instanties. Ja toch? Zie hier. Dit is slechts uh, net enkele. Ja toch? Dit is slechts een voorbeeld. Aanvragen. Decennia lang. We gaan verder. Mensen lopen met een BV rond. Mensen lopen met een BV rond. Uh, 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 de, familie, de, de familie Alja. Loop met een BV rond. En je praat over komen wijnen. En dat irriteert me. De vice-president komt zeggen van, er zijn gronden daar ook in Komowene gespeculeerd. Ja, want dat heeft hij gezegd toch? Komowene, Wanika, dat dus je speculeert. Gelijk heb je ja. Ik heb het zoveel malen gezegd. Maar je moet eerst de problematiek oplossen. De familie Alja loopt met een bevrijdingsverklaring. De familie Ramnares, die loopt al decennia met een bevrijdsverklaring. Ja toch? Uh, de familie, de familie Batja loopt ook met een bevrijdsverklaring. Maar ik wil iets zeggen van de familie Batja. Ja toch? De familie Soekra, Zo kunnen we doorgaan. Hier heb je bereidsverklaring. Waarom los je deze dingen eerst niet op? Los deze dingen op. We hadden ze net aanvraag. We hebben nu BV. Je hebt mensen met beschikking. Kijkt u hier. Mensen, jullie kunnen zelf kijken. Die beschikkingen die ze lopen rond te delen in de districten, om de zoveel maanden. Nee, ik, ik, wanneer ik praat, het is een algemene belangenorganisatie. Dit is een voorbeeld. Ja? Ja? Beschikkingen. Die zijn van Komoëne. Ik ben ook Komoëne, maar er zijn mensen in de stad, er zijn mensen in Wanika, die met beschikkingen lopen. Ja? En ze worden ontruimd. Vroeg of, morgen of overmorgen hoor je dat een stichting die gronden krijgt. Hun hebben ook documenten, is er sprake van dubbele gronduitgifte. Los die probleem eerst op. Kijk hier. Je hebt de familie Cardi. De familie, uh, je ziet het zelf. Het is geen fake. Ik hou niet van fake. Want ik ben geen fake. Dit is een beschikking. Ja toch? Dit is een beschikking. Hier heb je weer een beschikking. Uh, 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 uh. TWD wil niks anders zeggen dan toewijzing beschikking. Je hebt de familie Sanwitana. Loopt ook al die decennia lang met zijn beschikking. Maar ze worden ontruimd. Hun grenspalen worden dan verwijderd. Dan los je deze problemen niet op. Maar je wilt niet gronden gaan verdelen voor achter ah, 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 die, 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 die mensen van jou. Die achterbanen van jou. En als dat, als dat nog niet genoeg is. Als dat nog niet genoeg is, mijn brada, Dan zitten er mensen met hypothecaire uittreksels te lopen terwijl ze ontruimd worden. Ja toch? Terwijl hun grenspalen worden verwijderd. En daar hoor je zogenaamd, het is op naam van stichting, eigendom van een stichting. Wel, als iets eigendom is, want dan praten we over domeingrond, Gronduur. Als, als een stuk kavel op naam is van een stichting of van een individu of van wie dan ook, dan kan er onmogelijk niet een president een presidentieel besluit gaan maken. Ja, toch? Dat het Gronduur is. Dat kunnen deze mensen die hypothecaire uittreksels in handen hebben, die vanuit GLIS komt, ook niet in handen hebben. Dan vraag je jezelf af: is het, niet, is het geen onderzoek waard? Want dan praat ik over deze stichting hoor. Van Komo Stichting Woosjuma. We hamerden er langer naar. Ja? Die krijgt nu de, de, de ondersteuning van de, de huidige DC zelf daar. Ja? Die zegt van er is een koopakte. Ik bedoel van. Kom met bewijsmaterialen. Hoe kan het zo zijn dat een president een presidentieel besluit maakt? Ja, toch? Hoe komt het zo dat die mensen beschikkingen hebben? En een beschikking wordt niet door u of ik getekend. Een beschikking wordt door een minister getekend. En je ziet het zelf. Hier. Zelf, zelf minister Pokki heeft kunnen tekenen. Je hebt minister Rieleveld, Je hebt minister uh, uh, Lekram Soerdjan. Er zijn verschillende hier zo. Ja toch? Het zijn getekend, het is geen, het is geen, 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 uh, hoe noem je het, dat het dan nog niet af is. Ja toch? Het zijn getekend. Deze problematieken moet je eerst oplossen. Alvorens te denken om gronden te gaan delen voor je achter, uh, achterbanen. Ja? Want dan zie ik dit meer als, men zegt, men zegt dat de hu het huwelijk van VHP, en, 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 abab abob. Goed is? Maar wat zie je nu? Staat het goed? Dat ze met elkaar in hun haren gaan? Niet toch? Ik bedoel van los deze problematieken eerst op. Een ander, een ander onderwerp. Zelf mensen die decennia's lang het verzoek doen tot overdrag. Voor zelf is moeilijk. Overdrag met verdeling. Iets dat bestaande is mijn God. Iets dat je, dat je binnen een dag kan tekenen. Dat zelf is moeilijk. Maar je, je deelt gronden nu ja. ja? De, familie, de familie Jamadi. Die wacht al zo lang. Die betaalt wel elke maand of elk jaar. Ja toch. De familie Vrede. Die wacht ook lopen hun benen krom. En dat doe je alsof je neus bloedt. Maar je wilt gronden nu gaan verdelen. Het meer in mijn district. Dat ga je het met mij te maken hebben, ja. Ja, dat zeg ik van recht voor één, recht voor allen. Maar je moet die problematieken eerst oplossen. Ik heb hier een bereidsverklaring van de familie Batja. Een bereidsverklaring wordt getekend door een minister. En u ziet het hier, kijk hier. Ja, ik heb u eerder al gezegd. Alle bv's, alle TWD, alle uh, 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 uittreksels worden getekend door een minister. Kijk u hier. Roline Samsudin heeft getekend. Dit is van Wanika. Ja, toch? Ik heb je zo net gezegd. Dit slechts zijn slechts enkele zijn voorbeelden. Maar we zijn algemeen bezig. We zijn landelijk zijn we bezig. Dit is getekend door ex-minister ex -minister van uh, ROGB toen. Rosaline. Uh, Rosaline. Ja, toch, Roline Samsudin. Deze persoon heeft het gekregen. Rechtmatig. Ja, toch, legaal. Nadat ze hun activiteiten zijn gaan ontplooien. Moeten ze binnen 15 dagen dan ontruimen. Zijn we gek geworden nu? Moet dit eerst niet opgelost worden? Deze problematieken zitten daar op tafel van het, van, van het ministerie. Zelfs op, op de tafel van de directeur. Waarom zijn dit niet, niet eerst opgelost? Je zit nu politiek te bedrijven. En dat is niet gezond. Dat is onheelstichte. Dat is tweedraag saai. Kijk maar naar de familie Abdul. Die met ontruiming boven hun hoofd staan. En ik ga u duidelijk vermelden. Of ik wil u duidelijk maken. U hoort het zelf. Ik noem geen Javanen naam alleen. Omdat ik een half Javan ben of half Inhim. Nee. Meneer Lukude Zandati. Meneer Amamio. Meneer Sapsana Zandati. We werken voor iedereen. We pleiten voor iedereen. Laatst heb ik ook kunnen vernemen van... Dit is van Frederik van Batja. De familie Batja die 90.000 SRD heeft moeten spannen. Weet je wat 90.000 is? Die man komt met een werkplan. Die man heeft 90.000 gespend om aan landbouw te doen. Domein heeft adviezen gegeven. Minister heeft getekend. Wie krijgt het nu? Iemand die in het buitenland woont. En deze meneer Batja, deze familie Batja, sorry, familie Batja, wordt onder druk gezet. Maar van waar heeft hij het gekregen dan? Is het van de hemel gekomen? Nee toch? Is mevrouw Samsoeddin al uh, 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 overleden? Nee toch? En al was ze overleden. Deze document is getekend door een minister. Is een minister dan niet meer machtig ook qua gronduitgiftebeleid? Ik hoorde laatst ook dat, uh, niet laatst hoor, sorry. Toen ik met, hiermee bezig was, was mijn gronden gaan verdelen op Marowijnen. Ik heb mensen, kijk de familie Rassino. Je ziet zelf, Mongo. Die wacht al lang. Ik heb hun de vraag laten doen: van, is hun naam daar gekomen? Ze hebben gezegd: Nee, mevrouw, um, je moet nog even wachten. Hoe lang gaan ze dan nog wachten? En je moet één ding rekening houden: een aanvraag vervalt. Ja, een bereidsverklaring vervalt ook. Precies zo net als je een blikje zware gaat kopen, die vervalt. Dit vervalt ook omdat het, omdat het een procedure is. Het is een proces. En de voorwaarde is wanneer je dan al je, de, uh, je procedure hebt voldaan, heb je voorwaarde van: dit is van jou, je hebt het al voldaan, je hebt betaald bij de bank, noem maar op. Het enige is dat je dan elk jaar jouw belasting dient te betalen, omdat het gaat om gronduur. Wat is hier mis? Dient de regering niet eerst dit op te lossen? In plaats van te gaan politiseren. Was het huwelijk van ABOP en VHP zo goed? Dat zouden we dit fenomeen niet krijgen. Toen ze met elkaar zitten te reden twisten. Dat de ene dan zich hoger voelt dan de ander. Ze zijn allemaal podiumtalen. En dit hindert. Dit moeten ze. Ik, ik denk, want ik weet niet als de recht. Ik, ik, ik heb een gevoel. Ik heb het gevoel, of laat ik het niet zo zeggen, ja, dat, want het is opmerkelijk, dat de rechterlijke macht, de trias politica, niet uh, 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 onafhankelijk van elkaar zijn. Ja toch? Ze zijn juist afhankelijk. Want ik neem aan dat de rechterlijke macht dit ziet, dit hoort, maar ook niet aanpakt. Ja toch? Komen er zaken daar, zelf de fraudieuze uh, handelingen worden gepleegd. Ja toch? daar op de afdeling uh, uh, hoe noem ik het weer er is een afdeling wanneer men dan gelden van anderen heeft gestolen ja niet kapitaal de delicten maar het heeft een ander er, zit, er zitten zaken daar waar mensen gronden hebben gekocht ja en ze kunnen hun gelden niet krijgen ze kunnen hun gronden niet krijgen en als het daar aankomt dan worden die zakken gewoon daar gebleven en daarna wordt het in de prullenbak gegooid dus daar gaat het om the family bacha exact where want ek minet met di sa family ook ek feel respect kor want as a citizen so new woman yos skreki ya and aso dit allemaal want it is daarop Frederik soop weg yeah, gebeurt ya yeah. and ate yeah, brodu mi lek like, famet tak na and des masa e luku jasa refitu say arki mi des sikertak furu funu tainyur osete Voeren voeren appartementen appartementen. Moeten we specifiek abopers of VHP'ers zijn? Moeten we specifiek NDP'ers of partijenloers zijn? Staat, het, dat, staat dat hier geschreven? In de landhervormingsdecreet? Ik, ik dacht, ik dacht wie dan ook om mee dat te komen wijzen. Want ik werk met, ik werk met wet en recht. Die, die VAPers hebben hun... Met gebruik, we snoegen echt uit wat er zijn woorden gebruikt waarvan je zegt van de man. Ja, boos echt. De Via zijn het al bij dat ze in het verleden al vaker zijn verneukt als het gaat om grond aanvragen en soms zelfs ook door hun eigen partijtoppers. En de man, is dat niet consociat aan onder de bus. De man big doen uitspraken van tak. Uh, die VIP, ja, VIP aanhangers zijn niet vergeten hoe onder, hoe onder verschillende regeringen in het verleden. Oneerlijke grondverdeling heeft plaatsgevonden door onder andere de Pachayalohoor, de die na gerucht maken, de Mati die record Ik kan takiwant. want taki harjo dat hij meer dan 25.000 kavels onder zijn partij aanhangers had verdeeld, ook op ook hun eigen VAP toppers die volgens de mensen in het verleden onder andere het fai het project Charlesburg, het fall project of Charlesburg, een project van Yogi Bed een bedrijf in Saramaka, landbouwgronden die in hetzelfde district zijn weggemaakt, plantage Dirkshoop en Jarikaba hebben verdeeld. Ook wordt niet genoemd waar, volgens de VAP'ers bij de vorige regering Duki ook oneerlijke grond zou hebben verdeeld. Abos, een organisatie, kom op gisma. En if de saan vinden tap vinden, tap de facedies plaats. Biedink dat abra feviari, abos, ze ab morus, ze Groot probleem ook een groot probleem, want als je een aardappel koopt, dan heb je een dubbele uitgifte hier, Als massa een groot want alles is vrij dan kan dat doen. Een moet maar een voer of heb je meneer uh, Kijk, luister, ik ben iemand, wanneer ik zaken uh, bekritiseer, dan overweeg ik het aan beide kanten. Want een munt heeft bij de heeft twee kanten. Ja toch? En die maar leren nu nou altijd. Hoe recht is recht? En hoe rechtvaardig zijn de rechtvaardigen die beweren rechtvaardig te zijn. Ga in de minister ga, ga naar alle ministeries. Kijk naar alle regeringen. Kijk in het parlement. Wie ziet men daar in tigers zijn? Niemand en nogmaals niemand. Ja? En goed dat de VHP aanhangers ook hun eigen toppers aan hun vingers hebben getikt. Ja toch? Want dat moesten ze weten. Je bent de aanhang. En het werd je aangeleerd door je voorouders, door je grootouders. Om de kleine te eren. Ja toch? Wie de kleine niet eert, is de grote niet waard. Maar wat gebeurt er? Je bent de aanhang. Ik heb het tegen genoeg voor niemand. Wie de schoen past, hem aan. Maar nu is het VHP-aanhangers. Dat staat duidelijk geschreven. Ja, toch? Is dit iets nieuws voor hen? Terwijl ze nog aanhangers zijn van de VHP. Terwijl ze praten over Somoharjo. Ik ben van Pertjalo. Maar ik bedoel, van on. Ik vind het laag niveau. Je noemt iemands naam, welke je weet, het is terecht. Maar je bent van de VIP en wat doet Yogi dan? Go fight Yogi ook toe. Ayer damotong drapenaf Yogi toch. Naf Yogi, waarom kom je ook niet op? Protesteer tegen Yogi. Protesteer tegen al die grootgrondspeculanten. Daar gaat het nu om. Ja toch? En Dit heb ik vaker gezegd, niet nu. Suriname telt plus minus 600.000 inwoners. Suriname is groter, tienmaal groter dan Nederland. En ook andere landen hier in Zuid-Amerika. Ja toch? Dat er nog steeds sprake is van occupatie, occuperen. We moeten ons diep schamen. Ik bedoel, ik heb er geen moeite als een politici of een, 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 een rijke lid duizenden hectare heeft. Maar laat de minder daadkrachtige ook eens een 500 vierkante meter krijgen. En nee, ook iets de handicap. Gid dit de minder daadkrachtige een kans ook toe. Dat de doen aan ondernemingschap. doen aan landbouw. De doen aan bijenteelt. De wat Gideng akrani kendeng geng wapis grong. Da yuna pi anhang. Da inovasi dat nafesi. Suma pot jabaka. Na yusref pot dema tak. Yudina partai yustem gidemang. Da saya kelakan udan. Yus incar im suku cawa oploseng. Inom kelakan. Na bak saya suku dati venian datim cari. Ununo sukentok. Mino Mino sukeng. Als politicus heb ik voor mezelf gestemd. En ik ben God dankbaar. Maar nog ben niet voor me. Omdat ik niet zelf, zei dit. Mensen zeggen een een ezel zich niet tweemaal aan dezelfde steen Maar wij Surinamers, we gedragen onszelf niet meer als ezels. Sorry dat ik het zo moet zeggen. We gedragen onszelf meer als karbouwen. Je hebt die troet, die is Een karbouw is gewoonweg een buffel. Ja? Dat is een carbo. Als je een boer houdt, dan bedoelen ze een karbouw. ja? En als je een carbo nu trekt om over een brug te gaan. Denk je, denk je dat hij over het brug gaat gaan? O schop je dadelijk. Want zo zijn ze gemaakt om over het water te gaan. En zo gedragen wij Surinamers nu. Amane, me. Of me. Daarom ik mijn stemming naar mijn familie. Mijn lobbying. Ja toch? Uh, marona sa kaya ja, mi kondre mang ya ja, fa Pansaku. sa kaya pansa ku zabito hindustan ha banat u wo van dit van di mentaliteit na date chirunu dat tidak Chiru adi tu yari de mas dong da ye klage we mut klage ni yoli as aanhangers ik vind van aanhangers van partijen die de regering mag nu beheren. De tap de mofo want ze hebben het zelf gezocht anders moeten ze nu dan hun rug keren voor hun partij da ik kan pier jou me verno wat je moeten uit ta partij ba mei no kas doin na partay de eri geri de cartramaning de toppers na de vinga yo trong etnel yo trong yo belfort isabito men zeg liever te laat dan nooit alati No, zo so iemand van partij, want dan ben je niet een tiger. Dan ben je bezig ook nog te politiseren. Ja? Alle de activisten, zijn tegen de tiger die partij nodig. Ze moeten zich schamen. In elkaar, tegen tiger, voor beleid voor je regering of voor je partij. Maar je zegt nog steeds, netang in een partij. Of ik blijf in de coalitie. Daar heb je wat goed in je, in, in je kop. Ach goed, verstand heeft niet veel nodig, is het te politiseren. Je ziet ook, ok? deze het mandaat naar gold diggers. Sorry, tak niet takke so, mino mami de pripangi. Ja yeah, toch? what tanganu ete? No one kan no one parlementariër, no one minister, no one directeur, beleidsadviseur of noem maar op, sabar tak we zijn in een financiële economische crisis. Ta bari tak maamoni sa me verdien a 40 50000 sa me Fanny plus 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 furu gimi tak mesta the hell of bakana astat of nada sa living p sormi so tuande no wang ik ben de enigste die kandidaat gewees di notariel heb had gesworen en heeft benadrukt 1 derde deel van mijn salaris terug af te staan. en dien gekozen. Maar dat heeft de samenleving niet gewaardeerd. Je nou, mama, mi de prit pangi. ...tidak de ade attack you. Je werd gewaarschuwd. Suma sabi ef dalek tego bakafu go stem. Je doa sem sani. Ya tot. Wat ino ma verander wa burki. Kot rong asi. Je af aburki... burki o wang dulek wang burkau. Dat kang. Ya... Dat echt in bekeer. Echt in bekeer. Dat go was hundredly lezen fosi. What wants once a moordenaar, always a moordenaar. Once a thief, always a thief. Dat je was echte. mag de religieus van je wani. Ik ben ook moslim. Maar ik heb een No one of them politici is there to tell me about the culture. Tanga Karel Briefeld schreef met dag uit. Ja toch? Isa saide mek met takso. tanga president ref me me da ko yun na hindi wes mama yego pe 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 winterpre aso rik batok yun nga for setter fa parte may yun na kristen mama ina pe bonu e bonu no mo fugo sukus ten drape kay gimi no milay kay gimi ang men fude political le dasay go ina presida pe ang men fude political le dasay ay dance winter oktu yata Dus, Sumano sap sana kulturu. Alama sap sana kulturu. We must stop from that sort mentality, that sort hypocritic mentality. So so hypocrite edu de sandati. Over hypocrite ko spro ka hoyda minister uh fu front and boss Uh nanga yogi demang sama demang din a front konversi wet in. dan now yesyere wan loso sani bout gron nownude fa den mek go om a zeni mentaliteit a zeni fasi fa den man ben go om nanga grontori fosi a zeni fasi den mek go om nanga grontori now èn nownude man meki e moro erg nanga grontkonversi wet es to rasam tak den man hori a sani disi a na behandeling fa wet disi èn taki den man go moro eni tapu a pisi fan tak a gron beleid tak a furuit uit einde tapu a fasi fa musuwan Jubet e gounou bata you know, gron, fre gron mous de gepubliseert. Mano, in kranten, staatsbladen. Ma a VP, vice-president, e tek alla informatie dat sa de about gron, domein gron, a me tek i en a onder partij genoten. U sap ook toe van bekap sa ook VAP, a verkiesing, Campagne voor de eh, mannen, Ik ego eh, op de, ego eh, eh, tapas aan. En de maatschappij van dat spanning in een coalitie. Ze willen, niet er, ze willen het niet bossen, ze willen blijven. Maar die mannen zijn niet in algemeen belang bezig. Um, ik ben heel blij, dol blij ook dat u die vraag heeft gesteld. Ja, met Briti gevaarlijk. En gelijk heeft u dat ik u eerder ja, had gezegd. Maar ik had het niet alleen voor u gezegd. Ik had het voorgelezen voor u. Ik heb altijd gezegd: ik werk conform wet en recht. Niet voor niemand is er een landhervormingsdecreet vastgesteld en aangenomen. En hier staat het. Iedere aanvrager, kijk, u mag het gaan nagaan. Artikel 6, ja, lid 4. Kijkers, luisteraars, jullie moeten het ook gaan verifiëren. Iedere aanvrager van grond onvink ontvangt binnen zes maanden nadat zijn aanvraag bij het ministerie is binnengekomen. per briefbericht van de ontvangst van zijn aanvraag. Dat heb ik zo net gezegd. Ja toch? En dan heb je weer een ander. look dan lezen je weer artikel. Sa artikel. Sa a wetgeving. Echt taki. Ja toch? En hier staat het ook geschreven dat. Het moet gepubliceerd worden. Ja toch? Het moet. Dit is een mos. Dit hebben wij niet gemaakt. U bent geen wetgever toch? Ik ben ook geen wetgever. Die wetgevers staan daar, die zitten daar in het parlement. Die zogenaamde decologen, die zogenaamde uh, uh, deskundigen. Ding met de wetgevingen. Ding ja? ik de landhervormingsdecreet. Ding met de van de Republiek Suriname. Ding met de universele rechten van. Zo, ik kan Ik ben iemand van wet en recht. Ja toch?

grondconversie mi brada luister uh, kijkers en luisteraars grondconversie bestond al grondconversie dit tinnanga die et is opzijde met takso if mi kisson pis grond fulanti welk het me recht is ja want ik ben woonachtig in Suriname ik ben een Surinamer dat mi kisson agrons a mi vraag aan Mano mina abe be mo rofa no do bo for trek. Mo gwani de land of kande mikis negi nen tapu ete as kas of whatever, forever. Ik zeg maar wat. Da mino, no no abagron dat fanu do mo ro salanti gin. What mo tek dun? Ik give you a simple voorbeeld. Go na centrale mark. Yo 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 aksi a a mark mister wan stand ya tok wan stand pe yo seri sani, yo ya tok and no you know due moro de libengue li bengue mister Odo, o oh, te oke nu ya over domain grant if you no know abe moro fa salantim du sa lan du you tak dat ni me sma ing ya tok mm -hmm. Mets a stand holder tegi amarek mister Ik wil het overdragen aan mijn kind of aan wie dan ook. Dat zou ik door. Doen. Maar in you know, overgiet was dat niet. En daarom heb ik gezegd, grondconversie bestond er al, alleen werd het niet aangenomen bij wet. Er werd geen artikel, er was geen wijziging plaatsgevonden. Maar if me, Guyuno you know, Agrong, zogenaamd boven tafel niet dragen over, maar onder taffamisering. Wat me nou lotek? Me investeer tapak grond. H? Me sorg vir infrastruktuur. Mooserengiu. Daar nog grondkonversie nog. Aan grondkonversie? Kom ek weerbei yogi. Sayde me ek yogi effe om my grondkonversie. Nafou de perikelen dat penada bontontok.

Kode Erlek, na de meka mai fe hammer sono ga kron konversi naf drayeng go tap e kan da baka da dama ka sering e doison don euro de mista de mista organisasi saya tak e ser grono no de fast through dis dati isabi tok furuf de na domen aso de madrayeng go tap e kan tom manir

Ma politika se aksi fuwa lele til, ama ho duwa lele til, ia re re ngue aki a siwa fuwa lele til ni, oh, ama kisele kli lele til, ano tu ma ma dreng, go tap ferkaf, lenggo tap babaweng, en bawuning, dat me gemai fregik fukron konversi to, ia to knaf bes kerem des refi, bes kerem des refi fu ala de grong, sa de ma teki. En los van grond, los, los voor dat. Laat het duidelijk zijn met elkaar. Ja, want ik ga je duidelijk zeggen: ik ben tegen grondconversie. Ik ben tegen grondconversie. Goed dat men het nog niet heeft aangenomen. Dat het is aangehouden. Ik heb ook tegen mijn kant over grondconversie, mijn broer. Als je grondconversie Potawet tak me tagi bebowing and bewoning no mo. and bewoning is less 500 vierkante meter maximal. Ya? Yeah? If you na no ang grong, ye tayin yur oso. Ya yeah Of ye ta nga famiri. Like, fisi in black. Ya yeah they Dayfin wa grong flantino. En dat titel na grondtuur. En je hebt het als bebouwing en bewoning gekregen. Je zei dat. Dat is een lauw jongen. dat dat gaat naar Stratibaca. Dus dat ben ik eens ja. Als je dat wet aanneemt. Ja toch. Onder één voorwaarde. Zoals so, so bebouwing en bewoning. Want die grond dat is manos serie. En je loeken ook toe. Wanneer het gaat voor, 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 voor grondtuur. if me fenwa ba bowing and ba wuning no mino kafen hundred moro that, man yeah? babawing babawing. that politik, the, the, the man bigi luku ok ya Wat pa mo ngatin nang and ba wuning ta to tak na politiko so tok and move fourf de politicis Move fourf de politis and the man next one na so ade Move fourf de politicis ab persis. precis so ba and ba Move bon fourf That must stop they can go do a grand conversi teke an gi bebouwing and bewoning no go teke an gi tuinbou landbou field tilt fishery and industri. isa side de yo do dati mi brada as men het gaat for di aspecte mi obi gi tegi sarjo tek morogrong ya yeah? yogi otek morogrong Demanda ducio tec moro gron Lek de somo harjo neng somo harjo moro grong. ya tok? instant manga you dat koma 0,0 next yokisi yo go buying for 15.000, 12.000, 15.000 euro na de 7 000 000 000 000 000 konversi an. 000 000 000 yogi 000 000 yogi Ya? sem ala de crude crown model da if ino look Bumbaka baka iere de fit fu endiers indiers kontok de ma fetik baf cha brasiliana kon ja fu stem tok and de ma stem de ma stem brasiliana stem, stem ja era no mek mate lo lo sani haiti stem ja Tutok to tok ya tok indier sex aka ko dalak if de ma dat kon de ma by de gros sayulex ranama abi you take minu ah, uang de 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 mana India, moro furu moro serana air, and that in in onto sana that via PA do no no de, ya, dah mayer abah about Afrikaana. via tak talk about Indians, ya yeah, dok, just that oh they want the next lakh ook tu, atra next lag sau so fender the plats. Demetak dat abop uh, abo bartak a hulak fu de happy moy ha e klapet e malarsa brunswick brunswick ya pe de matak ama social ama sa bubu sa me duere sa toki sa bubu sa de du de mano mak de na mak ti de wan etegia fi fiari de mano mak de ya What if Nono no, de ip tik conversie aan? Ni barada, de, de tribale volkeren hebben andere regels daar. Ze hebben ze je creëren. Dit is je dadelijk. Ze hebben andere traditie daar. Dat if you take a uh, conversie aan. En you give multinationals concessie nope de maïtaan drape. Wat denk je dat gaat gebeuren? Aan uw broedo vadon drape no? wat gaat gebeuren met onze inheemse broeders en zusters. No, no, de amoe lag ba fu mina nga yugoy na benalant. Go te kwa pis grond rapi. No, no, dek ba amoe lag. Ma unom den kiso. Tak ay, mek de mate kakaron ko versi an. Dami kango na benalant. Nee. So hoort het niet. Wat na yusref o Yusref o lasi. Wat soyo wakana nga wabeske kenja da wastik tengobar luku jamina eikhanar. Ja, dat man zegt, ja, kijk, eigendom. Dat de man plannen Mensen, samenleving. Dat gaan ze met ons doen. Dat we actie totale samenleving. Ook toe voor God tegen Assam. Dat dit ook toe. Want we doen de net slag. We doen uit partijliefde. Maar doing uit liefde voor de nageslag voor jou. Want Tamara. Dat je nog know de morgen. Ik zie je graag in de straat. Ja? Yeah? De nou man nyan bonk banon nou, de yon nou man giden bonk ook tou. Nou winti dou nyan dalek, dou bigi furu, dou bigi okuper. Da me kon baka inasan fwe yon mi brada. Da so okupasi e fen de plats, da eset ni gout. Da eset ni gout ni. Wante re se okupasi wet an genoume. Romel, romel, je intimiderd et samenleveng. Je manipuleert het volk. Evita kwos setting sitting in ons waardig fasie. Setting gelykwaardig. Laat gelykheidsbeginsel gelden voor en ieder. Daar ben je in teger. President Ferjarilas. Ja tog. Mine eerste jaar maar. Hè. Ek ben nie tafies tipe. Moet jy eerlik sês baby nooit minof vir my Ferjarilas. Dis homie kan vir koffie steur 'n president. Ja da. Ma mi wan gi apresident ou advis nou nou de. Je ben 63 jaar ouder geworde. Yo dede gwe dalek. Ya? Ja? Ma nou me karma teki. Nou me karma teki ou. Nou mek you leide fos you dede. Ya? Ja? Beker. Lek fay you char alari gistelike leiders drape. Lek fay ye gi you mou podium tal drape. Sora sa meleving tak yo beker. Maar Anne komt je zo hard over een vitak, joh, dit is dadelijk. Nee, nee, nee. Mijn nou asma. Iedereen gaat dood. Mijn voor dit tak. Dat me bedoel. Nee, ik ben niet aan het mij aan het kaliber dat als het anders is opgevat, like van actie mij, dan mijn actie pardon. Maar mi aan het kaliber dat Dat, 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 dat was niet bedoeld. Ja, omdat ik Bang ben. Voor asansade my kar karma. Als ek iemand beklad, moet ek weten. Tak samipur uit me mo vo dat i make me rain of on rain. Ana samye pati me mo vo dus min vrede as dan dat ak 543 ek me mens sê wie die bal kat. Moet dit terug verwagte. Dus dat is nie die bedoeling. Ja. Yeah. De metak dat jongo. Jou dede. Mm. Iedereen gaan dood daarover heb ik het. Ik ga zelf ook dood. ...en daar heb ik ook benadrukt... ...voor het ...doe ze gadoan niet... ...zou je toch... ...leek van je tak... ...alle 18-jarigen... ...je hoeft niemand te gaan vragen... ...je hebt recht op een stukje grond... Ja, ...je moet het krijgen... ...als je het niet krijgt... ...als je het niet krijgt... Ja, ...dan... mag je is rechter... ...what if you are no president Moro? ...what if you are no president moro? Da lip de pchin fi wanche se de pchin fi kong, wis de bek kosi tot emet, ya, skam te lous dat se ook seyn, fora la boif prezident, ti da di adebolez, adviseur, ina kabinet, dos da abong apakonbong baka, si, dat na opfou den, opfou den prezident, yu fout yu pchi opso, masi bi pchi nou av de pchin fmi ne do so angani. Nou waf de pchin fmi, mi ouro boy nasif nan 20 kari, ni aksif touf den omo, tou san mi aksif den, respet, Enim skoro. Next moro. Masayup chindu na ngayu. Yung mucha dip skama. Yeah? Ya? Malip dep chifi. What if the nek na nga de nifias for you no no de say kong. And you know the president moro. Ha? Huh? That tackle that tick ding. Ino de de ting. De si na li de uke. Fa de ang nga de nakaslag fi. Ano karma no? waner ek wat na vorebreng dan me mi e bigin nanga forbeel fu misrefi mino e bigin trasma forbeel mits mi kan bowijs mi kan ton mi kan staafu leki fa mi taki yogi abi omengron mi ben man staaf en tok fu so, sma den man ben feniden bowijs materiale na a hipotekiroitresel fuglestok na mi tyari en dna parlementaris wroko nan Daarom heb ik gezegd, mits ik het kan staven. Maar ik ben beklad, was maar zomaar omdat ik niet hier ben. Ik Dus ik wens niemand niks. Ik vloek niemand. Ja? Maar tegen je fout heb ik het recht als politicus, buitenparlementair, jou op je vinger te gaan tikken. Wie dan ook. En niks je nou doen, doet. Niks je nou maar doet. En als je kan doen, dan kan je niet doen. is aan je you know man doen. Yos Tomi, Momoto mo, mo, Kadoro Sibaka, I am just myself. Somode. Ya, dos. Pena ef no frak de moro dami wang. Adena yu, isabi, mar, ikap alte upo ur, Ya, mar, ik ben niet de beste. The beste ben ik niet. Manangane fa almachtige, nangafami kweki, kwamiri lehi, Probeer ik altijd rechtvaardig te blijven en een tiger te blijven en een voorbeeldfiguur te kunnen zijn voor de jongeren en voor mijn naasten, voor mijn families. Isabi, tak, oh. Dat... once a soldier, always a soldier. If umyang young, sama, ja. If, if, if we we samen. If we make a series, we make a series samen. If we create, we create samen. Dus, misabi tak, itap FB-missie bepaald. At zijn meestal sli stem, uh, stemmers zei je nou Want voor bij de slim stemmers de klagen toe. Ja. Maar dan de man zei je nou De man zei de zand. Dus. Maar liep de man naar de waarde enorm. Maar dat is ondanks met dat alle de trouwens refie toe. Ze snap bak aan mij altijd. adviseer mij. sa gim de bek op. Mij ref. Hij tegen de grand tangen ook Maar. Dis attention. Ja. Noit noit no stop.

Tak demai tak finansial ekonomi se-krisis. Ano bedenoyt. Wan demay fin de tak 50000 alamun. demana na problem. Demay nyang de stik. Unu. Di unu na finansial ekonomi se-krisis. Dat demai lir unu-unu. Stabiliteit. Ubeap altid. Ma war newardir unu. Tap unu expertise Ya. Na li. Soso li. Podium tal. Ya. Ma ik seket descendans. Mensa. De Lich bij het volk dus natuurlig 'n magti denajou. Adynamie. Ko bondro aan ma nou makandre en hoe bestrei 80% vir korrupsie. 80% die ge menseregte skending. 100% onoma nou se wil lie. Ja? Ma kou probeer dat 80% dus mi wanteguno garantangi. Ja? En jou ons massa op mi vano de sawa. Ayero ons santawa aksimi morofara om trend dit grondori of algemene belange. aksi in Ya tanga tuyuru manteng midi an Bakat tuyuru manteng Giyuan pingsurus Isabitok Wad kandai ye frede Fu cari problem kafesi Takangami da misa cari go de instansi no Da ef anoma goa nga safri Da angoa anga tranga Wat lek faya tenyur osono no de Ya Dalek Te opo IBS Dema opo oli dema opo, dema opo, dema opo, SWM. Yuyur baso opamo ni Oktu. Bet your life. Just liver uspanu koin makan ranono de. Dau tak, ey, unu abamakti. Ya, yeah? kogo go te kurekta. Ko go te kurekta if frimi. Berada nang kusor Ko de matak. Unu nade de mira, Saya char de kong di asprinkan. De na sprinkan. Dan mek de jongpo, jongpo, jongpo omen partai. Ya, yeah? Dus na nga dati me wan te no, tangi. Ya. En. Wo shimi. Konstant. Mi brada se refi deja. Me take ook tu. Wat. A media. Na face fa fa lak. Me te hindu grand tangi. No, la En kijkers. Jullie hebben het gehoord. Uno frede. Sabi toch. Asana wang. Wan bepaalde bevolkingsgroep. Nomo kan verschijnen. Kulturu TV. Alamaka kong. na den kati m abi fu opo en mofo leki fa a tension e opo e mofo tak e taki de sani e sori a regering ala sma tapu fa den ma e du fout nanga fasa musugo so ooktu yu kan bil yu kan ep tapu a numersayesi ini beld dan wie komiti yu thank you Kola, ik wil ja, daar da komen, ik pienar hier als een raak. One body te ana, wogoluku na cultura te ife. Tam sabaka gun, pecanada pe one. Yeah. Eight for it ni. Cupcineu, culturun junsu, paste pas trati trei Unde maniu, sa devarci naniu. Culturun junsu, paste pas trati trei punctu. Firina ma soane la clan, ma la kwesrekamamazrana benowansoma nowabifkwari nowabifsari ye beyakrioul ya fase of shini esa idouln distance of en dambotaki Diki diki Un e gwa so so smanen sa bigi bigi Non We go Aksa folok ef de loba bon leit We go Arga problem afu de sman in de weik Elwe li bishwiti Son langa ou sape yu de we swin komiti Ya yeah. Druk dat maar link met woestelling op prijs. Sterker kan wel wat je leidt, dat zijn wij. We kunnen een gemeenschap. We doen een maar we zijn een gereedschap. En we die almighty thanks and en tak. Pak de wiki nou in de eerste leesblad. We zijn beleefd gehad. Statistieken schrijven, wie dat. Ja, had je iets tegen je keel gehad. Niet kwadro om gaat wat je weet. Culturo tem fe Alas mai bari Kulturu pen kom na nyu No fake no yo ya un su prespari E fu bondru kwa mine kau dau anu' Ya a nyu su nesari Wai clari te Te ten defen fi arki Ya bunoprati, prati U apinei ne imparki We de tapas trati Ka ta cragi, U de borai duem I cross afar lock fight one I'm just taking if for her like thing who about boys when dauka for wasting Go I'm like a problem for lock now this thing that make wetamina for lock food that exist what to were come food that is getting eh o fun up that thing Day for its news do look up news. Culturul ni uh, -uh. paste fa strati trepuntu, u uh, de -uh. baniu, sa de arkinaniu. Culturul uh, -uh. paste fa strati